Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We zien op de satellietfoto witte wolken plukken. Dat zijn heftige buien die over het land getrokken zijn. Op dit moment komen de zware buien vooral nog in het noordoosten en noordoosten van het land voor. Later vanmiddag en vanavond gaan de buien wegtrekken. En vanavond is het nog een tijdje zonnig. Het is wel behoorlijk afgekoeld tot de graad of 13. Komende nacht is het ook droog. Er zijn opklaringen en het koelt af tot de graad of 9. De zuidwestenwind blijft nog wel stevig doorstaan. En ook morgen overdag hebben we met die zuidwestenwind te maken. Aan zee is hij krachtig, soms nog hard windkracht 6 of 7. Verder zijn er zonnige perioden, maar in de middag ontstaan ook weer een paar buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Op donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallig weer met vooral op de donderdag en de vrijdag redelijk wat zon, maar ook een enkele bui. Op de zaterdag is er meer bewolking en kan het soms flink regenen. De middagtemperatuur ligt tussen de 12 en plaatselijk 17 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.